Dit programma wordt u aangeboden door Drukkerij Rijkers, Werbels Planet en Dame Computerservice Uden. Wij zijn vandaag 22 april bij de brandweerkazerne in Uden. Vandaag is hier een wervingsdag waar heel veel te doen is en heel veel te zien is. Bert van Goor kan ons daar alles over vertellen. Ja, goedemorgen, welkom bij Brandweer Uden. We zijn vandaag druk doende met de wervingsdag van Brandweer Uden. Bedoeld om nieuwe, jonge, enthousiaste brandweermensen te krijgen. Hier achter mij zien we dus de stand van het OGS, ongeval gevaarlijke stoffen. Gaan we straks om 10 uur beginnen we dus met de open dag. Dan zijn er dus ook verschillende demonstraties, waaronder dus met een ongeval met gevaarlijke stoffen. De mensen die kunnen dus zelf deelnemen aan de demo's. Er wordt door de brandweer een demo verzorgd, maar de mensen kunnen dus zelf ook met gevaarlijke stoffen, en ik zal dadelijk verder laten zien, met hulpverlening, met een ademluchtbaan, er wordt met echt vuur gestookt. Dus vandaag is eigenlijk voldoende hier bij Brandweer Uden te doen. Ik zou zeggen, kom kijken en kom kennis maken met Brandweer Uden. We lopen nu met Bert mee naar de verschillende stands. Hij gaat zo nog een hoop uitleg geven wat er te doen is vandaag. Achter mij ziet u de zogenaamde ademluchtcontainer staan. Mensen kunnen dus hier een baantje lopen. Er komt dus rook in de ruimte. Mensen die zien dus niet wat er dus door de rook wat er dus gebeurt. Dus kunnen zelf meemaken, ervaren hoe het dus is om met ademlucht op in de rook te lopen. En hoe het zou voelen als u dus thuis brand hebt en het hele huis zit vol met rook. De achtergrond zie je dus de flashovercontainer. Zoals je dus ziet wordt er al lekker wat vuur in opgestookt. Wij gebruiken de flashovercontainer om realistisch te oefenen. Dat wil dus zeggen met echt vuur. Als wij dus een brandend pand binnen moeten gaan, hebben wij daar dus bepaalde procedures voor. Deurprocedures. Die kunnen wij hier dus uitgebreid testen, uitgebreid oefenen. Maar zoals je dus ziet gaat het met echt vuur. Dus het is echt realistisch oefenen. Achter mij ziet u de zogenaamde hulpverleningsbaan. Hier zullen dus vandaag ook een aantal demo's gegeven worden. Het gaat hier met name dus als er een ongeval gebeurd is. Er zit iemand in een auto, die moet er dus op een goede, juiste manier uitgehaald worden. Hebben wij daar een aantal gereedschappen voor. En dan kunnen wij dus een auto kunnen wij dus gewoon dusdanig demonteren, uit elkaar halen. Dat er dus een slachtoffer op een juiste, goede manier uit de auto gehaald wordt. Het is vandaag ook zo, in het kader van de wervingsdag, dat het publiek mag vandaag dus ook zelf ervaren hoe het dus is om met gereedschap van de brandweer te werken. Er mag onder natuurlijk auspiciën van een brandweerman zelf aan een auto geknipt worden. Mag zelf er kunnen en komen ervaren hoe het dus is om met gereedschap van de brandweer te werken. Dus ik zou zeggen van, heeft u vandaag dus tijd, kom naar de Leeuweriksweg in Uden, naar de brandweerkazerne en doe mee, kom met z'n allen en ervaar hoe het is om bij Brandweer Uden te mogen en kunnen komen werken. Je hoort het, er is superveel te doen. Er is ook nog iets heel leuks voor de kinderen te doen. Kom je ook?